Hi lieve kijkers, welkom bij een STVS Moederdag special. In het kader van Moederdag hebben we vandaag een paar gasten op bezoek die gaan koken. Of ze gaan samen met mij iets lekkers klaarmaken voor de moeders. Ik wil ze allemaal welkom heten. Hi jongens. En meisje, hoe gaat het met jullie? Ja, gaat met u. Gaat prima, dank je. En hoe voel je je vandaag? Hoe voelen jullie je vandaag? Ik voel een beetje nerveus. Nerveus? Normaal. Normaal? Normaal, maar toch een beetje nerveus. Ook een beetje nerveus, oké. Okay. Het wordt leuk, het wordt leuk. Zeg maar, hoe heet jij? Wel, ik ben Ethan. Ja, en jij? Ik heet Gael. Gael? En ik ben Jomaira. En Jomaira. Jomaira is de prinses tussen de twee heren. Jawel. Goed. Nathan, vertel me wat je vandaag voor ons gaat klaarmaken. Nou, wat ik ga klaarmaken is vis. Een beetje gebakken vis en een roomige saus. Oké, lekker. En jij, Gael? Gael? Vandaag ga ik mashed potatoes klaarmaken. Mashed potatoes. Oké, vis en mashed potatoes. Oké, okay, it sounds good. En Jomaira? Ik ga een heerlijke brownie maken met een balletje ijs primero. Oké, ga je dat ijsje ook maken? Nee, dat kan ik niet maken. Oké. We zullen volstaan met de brownie. Goed, ik wil jullie nogmaals welkom heten. Jammer genoeg zijn we niet in de keuken bij G, maar we zijn wel in een andere keuken. Zoals jullie hier zien, zijn we in een hele mooie geavanceerde keuken. Dus we gaan de jongeren de gelegenheid geven vandaag om hun kookkunsten te laten zien. En natuurlijk mogen de moeders straks ervan genieten. Blijft u afgestemd, we zijn zo straks terug. Hi lieve kijkers, welkom terug in de keuken van SHTTC. In de keuken met G's Moederdag Special. Ik wil de deelnemers of de gasten wil ik dan even een schort overhandigen natuurlijk. Alvorens ze beginnen met hun met het koken, alsjeblieft. Ja, mag ik hem voor je? Hij zit heel mooi op jou. Ja. En waarmee ga jij beginnen, Gael? Ik ga beginnen met mijn aardappelen te schillen. Mm-hmm. Vandaag ga ik mashed potatoes maken. Ja. En daarvoor heb ik zwarte peper, zout, boter en melk van Mietje. Oh, oké. Okay. En hier heb ik aardappelen schillen. Dan heb ik mijn aardappelen beginnen te schillen. Oké, okay, en heb je het eerder al gemaakt? Eén keertje. Eén keertje. En dus dit wordt je tweede keer? Ja. Oké. Okay. Het wordt zeker lekker. Ik ben benieuwd. Tot straks. En Jomaira, jij krijgt dan ook een schortje voordat je gaat beginnen. Vertel. Ja, natuurlijk. Wat ga jij vandaag voor ons maken, Jomaira? Chocolate brownie maken. Mm-hmm. Maar ik moet eerst boter gaan smelten. Oké. Ja, natuurlijk. Ga je gang. Ik ga dan naar de andere deelnemer. Zo, en jij bent al druk bezig, zeg. Ja, kijk. Je mag je schort ook aandoen. Ja. En dan mag je ons ook vertellen wat je vandaag zal klaarmaken. Oh, ja. Moet ik je helpen? Ja, graag. Ja? Nou, oké. Ik ga gebakken vis en romige saus maken. Ja? Ik moet vis eerst gaan fileren. Maar voordat ik dat ga doen is, doe ik even mijn voorbereidingen. Mm-hmm. Zodat wanneer ik bezig ben, dat mm-hmm. ik dan direct aan de slag kan gaan met het klaarmaken okay. van het gerecht. Geweldig. En wat heb je allemaal nodig voor die vis? Oh, zo voor die vis heb ik dan nodig. We hebben zwarte peper, we hebben zout, we hebben een beetje chicken poeder. Ja. We hebben roomkook. Kookroom, ja. die margarine.
beetje parsley. En ja. Ik heb ook knoflookpoeder. Ja, en ik zie hier ook verse knoflook. Ja. Dat is het zo een beetje. Ik ben echt benieuwd naar je vis en romige saus. Terwijl ik Gael aan het helpen ben, ga ik een paar vragen stellen met betrekking tot zijn moeder. Gael, vertel, waarom is jouw mama een bijzondere moeder? Mijn moeder is een bijzondere vrouw, omdat ze me altijd helpt met alles wat ik nodig heb. En ze helpt andere mensen ook als ze in nood zijn. Ze helpt kinderen vooral altijd. Oké. Okay. Zo, dat is echt een bijzondere moeder, hè? Ja. Oké. En wat is jouw moeder lievelingsgerecht? Mijn moeder lievelingsgerecht is eigenlijk twee dingen. Maar ik weet wel hoe het er is. Inktvis bij de Chinees. Pikante inktvis? Ja, pikante inktvis. Oké. Okay. Zoetzure varken. Zoetzure varken, oh. Ja, oh, dan heeft ze echt smaak, want ik ben ook een pikante inktvisliefhebber. Maar trouwens, ik hou van alles hoor. Ik hou van lekker eten, dus daarom hou ik ook van koken. Maar trouwens, hou jij van koken? Ja, ik hou heel erg van koken. Echt waar, en hoe oud ben je trouwens? Ik ben 14 jaar jong. 14 jaar jong, en wat wil jij later worden? Ik denk eraan om een chef-kok te worden. Ja? Dan kijk ik nog naar. Dus als je iets wil worden, dan moet je echt er naartoe werken, hè? Jawel. Ja, en ik heb begrepen dat SHTTC ook mensen opleidt tot kok. Oh, dus misschien kan je daar ook informatie in winnen. Ja, mijn moeder is al begonnen met het informeren. Oké. Dus ze is... Ze is al voorbereid. Ja. Oké, nice. Maar hou je ook van eten? Ja, ik hou heel erg veel van eten, lekker eten. Lekker eten, oké. Hi, Jane. Hi, Mayra, lukt het? Jawel hoor. En wat ben jij nu aan het doen? Ik ben bezig met een geopperde te zeven, zodat die klontjes erin zitten. Ja. Oké. En wat heb je allemaal al in die bowl gedaan? Ik heb bloem gezet, 2 cup suiker. Ja. En dit moet alleen. En die bloem heb je natuurlijk ook gesieft. Oké. En hier heb je wat gesmolten boter. Ja, ik heb hier wat boter gesmolten. En daarna moet ik eieren gaan geven. 4 eieren. En chocolate chips erin zetten. Oké. En dan denk ik dat het al... Oké, dus het is zo snel gedaan. Yes. Oké. En heb je dit al eerder gemaakt? Ik had het wel al eerder gemaakt. Maar? Het was een beetje gebrand. Oké, dus ja, dan moet je ervoor waken dat het vandaag niet aanbrandt, no? Ja, ik hoop echt niet dat het brandt. Oké. Nee. Vandaag heb je toezicht, dus het komt zeker goed. Ja. Maar Jomaira, vertel. Vertel wat over je lieve mama. Mijn moeder, ze is heel erg lief. Maar soms kan ze wel een beetje streng zijn. Ja. Maar ik klaag niet, want ze kan lekker koken. Oké. Liefde gaat door de maag. Ja, dus lekker eten maakt alles weer goed, no? Yes. En dus daarom wil je vandaag iets lekkers voor haar klaarmaken. Daarom maak ik brownie speciaal voor haar. Speciaal. Hoor je mama? Jomaira maakt vandaag speciaal lekkere brownies voor jou. Ja, maar vind je het erg dat ze streng is? Nee, ik vind het juist goed. Ja? Want dan weet ik wat ik niet er wel mag doen. Ja, dus het vormtje. Ja, het vormtje. Ja. Oké. Ik denk wel dat mijn kinderen dat over mij zullen zeggen, dat ik een strenge mama ben. Maar juist omdat we het beste willen voor jullie. Yes. Toch? Goed. En er gaat meer cacaopoeder in? Ja, er moet 1 1/4 cup erin gaan. Oké. Nice. Echt nice. Lekker. Chocolatey is. Oké, ik ben echt benieuwd naar je brownie. ik ben echt benieuwd. Maar goed... Ga maar lekker verder. Heb je wat hulp nodig? Nee.
ben voor nu. Ja. Misschien wanneer ik het in de open ga doen, ja, dan heb ik misschien wel wat hulp nodig. Oké, prima. Tot straks dan. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. En hoe lang laat je het op vuur? Ongeveer 15 minuten. Als je terugkomt, dat je ziet dat het zacht is, dan ben je. Oké, en dan ga je hem prakken. En de rest van de ingrediënten toevoegen? Zo, zwarte peper, wat melk en wat boter. Oké. En Nathan, wat ben jij aan het doen? Probeer die tas olie open te maken. Moet ik je helpen? Zo. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. En wat ga jij nu doen? Dit is om die vis te bakken. Mm-hmm. Ik heb mijn vis al ingelegd. Mm-hmm. Moet ik hem voor je halen? Oké. En wat heb je allemaal erin gezet? Hierin zit er zout, zwarte peper. Mm-hmm. Ik ga er dadelijk ook knoflook bij doen, zodat hij een beetje meer lekkere smaak krijgt. Oké. Ga je straks knoflookpoeder of verse knoflook toevoegen? Ik ga van beide. Beide? Ja. Oké. Maar vertel wat over je lieve mama. Waarom is je moeder zo bijzonder? Nou, mijn moeder, mm-hmm, wel. Ja, is de vrouw die me heeft opgevoed. Ja. Zij heeft heel veel levensadviezen en mm-hmm, levenslessen dat mm-hmm, ik van die vrouw mag leren. Mm-hmm. Koken is een van ze. Ja. Dus, ze kan dus lekker koken. Ja, ze mm-hmm, kan lekker koken, maar nu af en toe mm-hmm, begint mijn vader te zeggen dat ik er een beetje. Boven schiet, dus. Uh-huh, ja, de leerling overtreft de meester. Ja, de leerling overtreft de meester. Uh-huh. Moet ik voor je ja, checken? Uh-huh. Ja, ik zoek even snel een bakje om. Oké. Je hoort het, lieve kijkers, vis hoef je niet te lang te bakken. Vooral als het om dunne plakjes gaat, hoef je hem niet te lang te laten, want hij gaat straks toch verder bakken of verder koken in die roomsaus. Ja. Ja, waar was ik gebleven? Ja, je lieve moeder. Ja, mijn moeder. Ja, mm-hmm, ik heb heel veel lessen van haar mogen leren. Ja. Ze kan een beetje streng zijn. Ja. Want ze is van de ietsje oudere generatie. Ja. En ik begrijp het helemaal. De mensen uh-huh, hebben zoveel levenservaringen die wij nog niet hebben meegemaakt. Klopt. En natuurlijk proberen ze ons te beschermen van. Ja, inderdaad is dat zo. Gevaren hoor. Gevaren, ja, mm-hmm, die de buitenwereld ons brengt. Oké. Okay. Dus. Is dat vuurtje niet te hoog? Nee, het is op de laagst. Oké. Okay. Dus vandaar dat mijn moeder een bijzondere vrouw is. Ja. Natuurlijk. Maar je zegt je moeder houdt van koken. Ja. En wat is haar favoriete gerecht? Zo, haar favoriete gerecht. Nou, ik weet dat ze niet maar één heeft. Uh-huh. Maar één van ze, waarvan ze uh-huh, houdt om te maken, is de pastei. Uh-huh. Oké. Okay. Ze houdt ook van de pom. Mm. Dan moet ik het ook een keertje komen proeven, hè, zuster. Ja. Ja. Nou, als ze echt. Wanneer ze in de keuken bezig is, is ze mm-hmm, in haar eigen element. Ja. Maar meestal word ik ook uit mijn kamer gehaald uh-huh, om de proefkonijn te zijn. Dus. Ja. Later kan proeven nog. Ja. Ja, toch? Uh-huh. Oké. Ja. Ja. En waarmee zou je mama op moederdag blij kunnen maken? Zo. Nou, mijn moeder op moederdag blij maken.
Van als het een element is die zij heeft, zij heeft de catering business ook al gedaan. Dus ik zou zeggen, als ik iets kan klaarmaken, zoals vis of nu, zo, nu, nou dan denk ik dat ik een geslaagde moederdag voor de rest van maak. Geweldig, geweldig, ja. Dat krijg ik nu ook vaak te horen, want ja, moeder kan bijna alles kopen, hè? Maar het als wat een van die andere deelnemers hebben gezegd, of heeft gezegd, liefde gaat door de maag, toch? Ja. Dus ook zij kan je blij maken met een lekkere maaltijd. Nou, geweldig hoor. En wat voor boodschap heb je voor haar? Of heb je een moederdagwens? Nou, ja, natuurlijk, mama. Lieve mama. Zoals je ziet, ik ben hier gisteren jou aan het klaarmaken nu. Natuurlijk wens ik je een hele fijne moederdag toe. En ja, ik hoop dat we nog x aantal jaren hier bij je door kunnen gaan. Ja. En ik wens vaker in de keuken te staan samen met jou. Vandaag staat u wel in de keuken met G hoor. Maar hij wenst vaker in de keuken te staan met uw mama. Gael, hoe staat het met je aardappeltjes? Het staat goed, maar het is nog niet zacht, het moet nog even. Het moet nog, ja, nog verder koken. Ja. Oké. Okay. Gael, heb je een moederdagboodschap voor jouw mama of voor de andere moeders? Voor alle moeders, ik hoop dat jullie een gezegende moederdag hebben en dat jullie het lief maken. En wat zeg je dan aan de kindertjes of de kinderen van de mama's? Wees je mama lief en gehoorzaam je moeder, luister altijd naar je moeder. Al doet ze soms streng, luister toch naar haar, dus voor je eigen best. Oh, dat is een hele leuke boodschap. Ja. Dat kunnen ze zeker meenemen. Ja. Ja. Oké, Gael. En gaat het hier met jou, mevrouw Jumaira? Ja hoor, het lukt, het lukt. Het lukt? Het ziet er echt zo heerlijk, uit. Ja, ja. Ik ben echt nieuwsgierig hoor. Dus ik proeven? Ja, dus als je alles hebt gezet, dan wil ik wel even misschien een lekker pot. Ja toch? Ik kan me nog herinneren dat je als klein meisje of klein kind nadat je moeder cake heeft gemaakt, dan ga je echt wachten en staan. Je wacht echt op die, hoe noem je het, die spatel of die garde om het er vanaf te likken. Maar ja, ik weet nu, mijn kinderen, ze kijken niet eens naar die cake. Dus laat staan die om het te likken, als je het zo mag zeggen. Hoe lang moet het in de oven? Het moet tussen 25 en 30 minuten totdat het helemaal gaar is. Oké. Okay. Ja. Dus dan checken we hem na 25 minuten. Oké, okay, prima. Houd de tijd dus in de gaten. Ja. Brand je brownie niet aan. Dat zal niet gebeuren. Oké. Okay. Alright. Ga je lusje een lekkere lychee sap? Oh ja. Met de complimenten van Michi. Oh, dat is heel goed. Ja, misschien moet je het even proeven. Heb je dat geproefd? Ja, dat is lekker. Het was lekker? Ja, het is heel lekker. Oké. Okay. Verfrissend. Oké. Okay. En dan gaan we Jumaira. Dus jij een orange? Een beetje dorst. Het is heet in de keuken, hè? Ja, een beetje heet. Laat ik ook een slokje nemen. Kunnen we even proosten, hè? Heerlijk. Dit is pommesitaire. Ja, pommesitaire. Ambarella. Het is, ja, het is heel erg lekker dik. Kneten. Plus jij een mango sapje? Natuurlijk. Het is een beetje warm in de keuken. Het is heel erg warm, ja. Ja, dus dat zei je, Mayra. Altijd welkom. Ja.
mango en passion fruit. Oh, het is een mix ja, dus. Het is een mix. Mango en hoe smaakt het? Het smaakt naar meer. Naar meer. Ja. Heel goed gezegd. En het lukt nog steeds hier in de keuken? Jawel. Wat vind je daarvan om hier te zijn? Nou, ik voel me een beetje in mijn element, dus... Ja, dus geweldig. Dat ik een probleem heb. Oké, geweldig. Ja, ga hem nog eventjes. Okay. Ja. Want het is nog een beetje. Dus dan kan je het wassen en. Goed. Dan laten we hem even hier rusten. Voordat we hem straks gaan aansnijden. En dan gaan we nu de aardappeltjes even prikken. Toch, Gael? Ja. Het verloopt lekker vlot hier. Ja. Nog een beetje? Nog hoeveel minuten denk je? 5 minuten. 5 minuten, misschien moeten we dat vuurtje een beetje hoger. Dat is niet zo hoog, is het overloop. Oké. Nog 5 minuten zei je? Ja. Oké, nog 5 minuten. Wat bent u aan het doen, meneer? Ik ben alvast de visstukjes aan het sorteren. Mm-hmm. Om te kijken welke straks in de eerste batch gaan voor de roomsaus. Oké, voor de roomsaus. Oké. Dus je kiest de mooiste uit voor mama. Ja. Voor de mama's. Oké. Het ziet er nu al heerlijk uit. Mag ik proeven? Ja, dat is goed. Oké. Lekker. Ja. Zal ik je melk alvast voor je open doen? Jo, Mayra, mag ik je cup measurement lenen? Lukt het? Moet ik je helpen?
me dit van je houden. Ja? Toen we het eerst in de helft doen, dan had het een liedje gemakkelijk. Ja? Deze of deze? Welke? Ja. Moet je eerst sprakken? Wil je zwarte peper meteen doen? Ja. Het ziet er nu al romig uit. Ja, natuurlijk, mag je ook proeven, hè? De rest van mijn zout erin zetten. Ja, wil je niet even proeven? Wacht, ik ga even een lepeltje voor je halen. Lepel. En het ziet er nu al heerlijk uit. Maar oké, ik ga even verder. Ik ga mijn groente, mijn gedeelte is groente klaarmaken. Dus ik ga nu even mijn groente snijden. En dan ga ik hem even wok bakken. Yes? Sorry voor kijkers, het is nu mijn beurt om wat klaar te maken. En natuurlijk ga ik makkelijkste kiezen, uitkiezen. En ik ga gewoon... Lekker kai soy, baby kai soy. Ga ik even wokken. En ik ga het helemaal niet fancy doen. Ik zet alleen maar knoflook in de pan. In de hete olie. En dan, ja, dit gaan we eten met de mashed potato. De vis. En natuurlijk die romige saus komt daar ook zo eroverheen. Gewoon lekker veel knoflook. Fijn snijden. Terwijl alle andere deelnemers zo druk bezig zijn. We zijn al druk bezig met de plating. En ben ik bezig met mijn groenten. Goed. Ik ga nu even de gesneden knoflook in de hete pan doen. En die pan is al heel erg heet. Dus ik ga even snel te werk. Dit is gewoon een simpele... groenten. Gewoon even op hoog vuur wokken. En niet eens 5 minuten zijn we klaar met die groenten. Omdat het vuur echt hoog is, hoef je hem niet lang te bakken.
Hij moet zeker nog crunchy zijn. Hij moet helemaal niet overcooked zijn, want hij moet een beetje texture zijn. En die aroma van die knoflook is gewoon heerlijk hier in de keuken. En u ziet hier die romige vis. Heerlijk is dat. En ja, mijn groente is al klaar. Natuurlijk moet je hem wel even proeven, maar ik wil hem niet te sterk kruiden, omdat de andere side dishes al heel machtig zijn. Wil ik mijn groenten gewoon even flauwtjes maken. En dan is hij klaar. Vuurtje mag uit. En dan gaan we pleten. Kom je mee? Kan ik pleten, heren? Terwijl de heren bezig zijn te pleten. Hier mag nog een beetje groente bij. Voilà. En de eerste paar minuten moet je niet aangaan. Moeders, we willen u van harte welkom heten dat u er vanavond bent bij de STVS Moederdag Special. Omdat u bijzonder bent, bent u vandaag hier en tezamen met uw kind hebben we iets lekkers voor u klaargemaakt. Als Nathan kan aanvullen, wat hebben we klaargemaakt? Nou, we hebben vis en bloemen. Met een mashed potato en wat groente erop. Oké, lekker. Ja. Zo, moeders en participanten, eten jullie smakelijk. En dan zijn we straks terug met het dessert, welke Jomaira heeft gemaakt. Eet smakelijk. Oké.
Ja, toch? Gemaakt. Ja. Straks komt het dessert nog. Is de romige vis van Nathan lekker, mama? Heerlijk. Heerlijk. Dus hij gaat het thuis ook voor u maken? Zeker niet. Eet is smakelijk. Hi lieve kijkers, we zijn aan het eind gekomen van deze STVS Moederdag Special. Wij willen onze dank uitbrengen aan de sponsor SHTTC en Michi NV. En natuurlijk namens de directie en het personeel van de STVS willen wij alle moeders een fijne moederdag toewensen. Till next time, stay safe. Bye bye. Geef het gesmaakt. Alsjeblieft. Brownies. Ja. Eet u smakelijk. Alsjeblieft. Op moederdag moeten de kinderen ervoor zorgen dat de moedertjes en de bloemetjes gezet worden. Wie anders kan het beter dan de kinderen? En het hoeft niet iets duurs te zijn. Gewoon het gebaar, de intentie, dat is belangrijk. Wees lief voor je moeder.